En hallo iedereen, leuk naar de tweede aflevering van deze Willem 2 FIFA 15 carrière. Vandaag gaan we weer verder met de Willem 2 carrière. En dat doen we met de eerste wedstrijd van de Eredivisie. Die staat vandaag op het programma. En ik heb eigenlijk verder niet zoveel te zeggen, dus laten we maar gewoon meteen beginnen. Hier, Zedalem. Armenteros gaat door op Zedalem. Zedalem met zijn eerste goal. Nee! Dat was meteen een hele grote kans voor onze nieuwe aankoop, Zedalem. Maar ja, het is een centrale verdedigende middenvelder. Dus helaas maakt hij deze bal niet af. We hebben hem misschien nog een kansje. Vlak voor het einde van de eerste helft. Hij rent er gewoon door alsof het niks is. Kap terug. Doet hij goed. Paast hij hem. Paast nog een keer terug. Ontdaan. En dat is meteen ook weer het rustsignaal. Niet gek veel gebeurt. Twee kleine kansjes. Maar daar hield het ook wel bij op. We doen in ieder geval veel beter. ADO heeft 0 schoten. Dus ik heb er wel een goed gevoel over. Ja, Armenteros. Pas hem door op Ondaan. Nog een keer terug op Armenteros. Armenteros voor die 1-0. Ja, 1-0. Hatsenplat, die zit erin. Staan voor tegen ADO. Eerste overwinning is nog niet binnen, maar de eerste stap is wel gezet. Oké, en daar is onze man Ippel, die er nu even in komt. Daar heb je hem hoor, Ippel. Hij komt erin, dus we gaan zeker weten winnen nu. Het kan niet meer misgaan. Oh, ze hebben nog steeds de bal. Laat ze niet scoren. Oeh. Dan kwamen we goed weg met een 90ste minuut schotje die gelukkig net misging. Ja, het ligt helemaal open. Ondaan. Ga jij hem afmaken? Ga jij het beslissen? Hij legt hem af en de bal wordt nog net tegengehouden en is meteen ook afgelopen. We hebben de eerste wedstrijd van het seizoen gewoon gewonnen, dus dat is hartstikke mooi. Op naar die tweede wedstrijd. Oké, in onze tweede wedstrijd spelen we tegen Heerenveen. Hij is nu begonnen. We hebben helaas nog niet de aftrap, maar dan komt de tweede helft wel. Heerenveen in de aanval met slagveer. Slagveer, wat de fuck ga je doen? Hoe de fuck kan je vanaf daar met je hoofd scoren? Even serieus. Ik weet niet wat daar gebeurde, dat wil ik nog wel even in de herhaling zien. Nou ja zeg, die keeper van ons is ook echt gewoon 1,20 meter ofzo. Kijk hoe klein die is. Die kan helemaal nergens bij, man. Tering. Specialiteit buitens met de vrije trap. Kijken of hij dat nog steeds kan. Buitens. Oeh, die was vrij close. Yo. En toen stonden we 2-0 achter. Tik, tik. En ze staan helemaal vrij. En mijn keeper, die wil nog niet gek voor houden. Dus dat is vrij kansloos. Oké, een inworp. Met buitens. En Messahoud. En Zedalem, en daar hebben we Armenteros. Ja, geef door. Oh, tering. Krijgt hij weer heel ongelukkig achter zich. Omdat hij weer net wordt aangeraakt, dat is jammer. Oké, het is rust. Het staat 2-0. Moet eigenlijk wel een stukje beter kunnen. Oké, Cabral, Gerson, Cabral. Gaat hij scoren? Oh, wat een redding van die keeper. Die houdt ze tenminste wel tegen. Ja, Ippel. Onze man Ippel. En de keeper houdt hem weer tegen hoor. En dan is het ook meteen afgelopen. En dan verliezen we ook gewoon meteen. Tweede wedstrijd met 2-0. We hebben 1 schot op goal gehad en 2 keer gescoord. Dus ja, dat zegt ook al dat die stats van FIFA helemaal nergens op slaan. Het was op zich een vrij gelijke wedstrijd. Alleen zij schieten er 2 keer in. Want mijn keeper houdt niks. Oké, de volgende wedstrijd is tegen PEC Zwolle. Dit moeten we gewoon weer een keertje gaan winnen. Want anders gaat het niet zo goed. Mooi. Van Polen, geef hem maar voor ofzo. Dan kop ik hem wel weg. Nee, Lukoki. Gelukkig. De keeper pakt er een, jongens. Even een applausje voor Lamproe. Hij doet het goed. Oh, Ben Sahar met een goede beweging langs Van der Werf. Ben Sahar rent door. Ja, hij wordt niet tegengehouden. Ben Sahar. Die had hij de beste in mogen schieten. Maar ja, hij komt in ieder geval al verder. Want die slome gast van de Armenteros, want die kan helemaal niks. En dan is het rust. Dan is er eigenlijk haast niks gebeurd. Staat het nog 0-0. Dus het kan nog alle kanten op. Oh jee, Nijland, ja, schiet hem er maar zo in. Dan kan mijn keepertje die 1,03 meter is ook gewoon helemaal niks doen. Als hij hem zo onderkant lat afmaakt, man. Dan is mijn kleine keepertje helemaal kansloos. Oh, vrij trap op een mooie plek. In de 90 minuut kunnen wij dat 90 minuut doelpuntje maken. Hij krijgt geen kaart, maar dat boeit me ook helemaal niks. Want wat heb je aan een gele kaart? Wie kan het best? Ben Sahar, kan jij het goed? Nee. Oké, Messahoud, die moet het gaan doen. Als jij deze er even in schiet, man, dan ben jij gewoon de man van de match. Kom aan, Messahoud. Die was zo close. En het is ook meteen afgelopen. En we verliezen gewoon weer met 1-0. Want ja, al die ploegen gaan nu gebruik maken van mijn kleine keepertje. Dus daar moet ik wat aan doen. Want dat kleine keepertje die kan echt niks. Die moet er echt gewoon uit.
Oké, en de wedstrijd tegen Heracles is aangebroken. Maar voordat we deze wedstrijd gaan spelen, wil ik u eerst even twee nieuwe aankopen laten zien. Nou, aankopen. Ik heb twee spelers geleend. Omdat ik vond dat twee spelers in mijn team namelijk echt ontzettend faalden. De eerste rij al misschien. Dat is mijn keeper. Voor hem heb ik de volgende speler gehaald. En dat is Johnny Stevens, de tweede doelman. Ja, nu weer de tweede doelman van FC Twente. Hij is 1 meter 94 lang. Dus dat probleem met dat hij iets te klein is, gaan we volgens mij niet meer hebben met deze man. 68 algemeen, dus die pleuren we er meteen in. En misschien hebben we hem al gezien, voor mijn spits heb ik Sivkovic gehaald. En die moet voor de goals gaan zorgen dit seizoen. Ik heb hem allebei voor één seizoen gehuurd. Daar moeten we maar zien wat we gaan doen met alle plekken die ongeveer vrijkomen. Want Stevens heb ik geleend, Sivkovic heb ik geleend, Cabral is volgens mij geleend. Echt een hele hoop mensen zijn geleend. Dus, maar ja, dat zijn zorgen voor later. Nu kunnen we gewoon beginnen met de wedstrijd tegen Heracles. Oké, en we zijn begonnen. En Cabral is hier meteen bezig met het zoeken van de vroege goal. En die komt er ook gewoon bijna. Alleen de keeper die stopt net. Dat is jammer, meteen een goede kans. Dus hopelijk gaat het zo lekker door deze wedstrijd. Ja, daar komt de eerste kans aan. Voor Sivkovic. Sivkovic op de paal. Wat een kans. Wat een kans. Hij gaat er alleen niet in. Want de paal staat ervoor. Helaas. Wel weer een goede kans. Oh nee, niet Heracles. Ja hoor, daar heb je de penalty. In FIFA 15 kan je niet meer op de A-knop drukken, of de B-knop bedoel ik. Als je in je eigen strafschopgebied bent, want dan krijg je zo snel een penalty tegen. Kunnen we wel even meteen kijken of Johnny Stevens een goede aankoop is voor ons team. Gaat hij deze bal houden? Hij maakt wel leuke bewegingen trouwens. Come on, Stevens! Stevens! Oh! Hij zat in de goede hoek, maar hij moet hem dan weer hopeloos in de kruising schieten. Daar komt Neuer niet bij. Oké, het is rust en we staan geheel tegen de verhoudingen in. 1-0 achter. Dat had ik het gevoel ook bij die vorige twee wedstrijden, maar het is wel weer zo. Het is tijd voor een wissel. Die Mesut, die heeft geen één bal naar een medespeler gepaasd. Dus dan wordt het tijd voor Braber. Hopelijk gaat dit verandering brengen op positieve manier in de wedstrijd. Oké, daar komt het schot van Zelalem. En die vliegt er heerlijk in. Zelalem met de gelijkmaker. Hatsenflats. We staan weer gelijk. Hartstikke verdiend. En we gaan voor die overwinning. Want ik voel dat er nog een overwinning in zit. Braber pakt daar de bal af. Braber pakt de bal af. Sivkovic gaat. Sivkovic gaat. Sivkovic mist hem echt op een haartje. Oh, onze nieuwe man heeft twee enorme kansen gemist. Ja, gehad en ook gemist. Dus misschien is de derde keer is hij wel raak. En dan is het afgelopen. En dan spelen we nog gelijk met 1-1. Het is een beetje jammer. We waren een stuk beter. Maar ja, een gelijkspel kan ik mee leven. Oké, de transferperiode is verstreken. En op het nippertje heb ik nog één iemand binnen weten te halen. Het is namelijk weer een leenspeler. En oh, hij is 70 algemeen man. En check die pace. Dit wordt onze nieuwe kam in plaats van Saimak. Want die vond ik ook echt dramatisch spelen. Hij is uit vorm. Dat is niet voor niets. En het is de eerste van de maand. Dat betekent natuurlijk ook dat het selectieverslag uit is. We gaan heel even kijken. Ik zie al meteen dat Johnny Stevens 1 omhoog is gegaan. Dat is hartstikke mooi. Daar hebben we een goede keeper. Voor de rest zijn er nog mensen. Stijn Buiten is eentje omhoog gegaan. Dat is lekker. Ik zal even kijken zo. Ik had trouwens iemand gezien. Die kan niet precies zien hoe snel die is. Maar dat is niet heel belangrijk bij Stijn Buitens, want zoveel PC heeft hij niet. Gold, die was 70 al, maar hij is 1 omhoog gegaan dit seizoen, dat is mooi. Eens kijken, Sivkovic is meteen 1 omhoog gegaan, 77 afmaken, dat heeft hij niet laten zien afgelopen wedstrijd. Maar alsnog wel mooi, Ondaan is hoger geworden, dat is ook hartstikke fijn. Eens kijken, zijn er nog voor de rest nog mensen? Ippel is hoger jongens, Ippel is eentje omhoog. Onze man, Ricardo Ippel, is 1 omhoog. Ali Massoud is gewoon nog 1 omhoog gegaan, ondanks dat ik hem echt ontzettend druk vind spelen. Ja, hij heeft ook 65 snelheid, dat is niet al te veel. Charlton Cento is 1 omhoog gegaan, dat is hartstikke mooi. En voor de rest is Tim Cornelissen omlaag gegaan. Robert Braber is ook omlaag gegaan, die is al 31, die gast. Haamhout, die nog steeds niet is verkocht. Ik heb hem al 3 keer verkocht en 3 keer staat zo van, ja, we gaan contact met hem opnemen en is hij niet verkocht. Maar ik heb hem dus nog steeds, ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn. Jordi Vleugels hebben uitgeleend, die is 1 omhoog gegaan. Oh, dat is mooi. Nou, ons team is alweer iets versterkt. Niet super geweldig, maar alle kleine beetjes helpen. Oké, in de volgende wedstrijd moeten we tegen Ajax, maar dat is niet meer voor deze aflevering. Laat even een blauw duimpje achter, dan support je mij ontzettend mee. Ik heb nu een toetsperiode. Ik heb afgelopen weekend ontzettend veel volgers moeten bezorgen. Ik heb het echt druk gehad. Maar ik heb toch nog even tijd gevonden om deze video te maken, te renderen, te bewerken en daarna te renderen. En online te gooien, dus een blauw duimpje wordt
heel erg gewaardeerd. Heb je nog leuke tips of zo? Of tips en tops? Laat het achter in de comments, want daar zijn ze voor bedoeld. Spam gewoon helemaal onder. Dat boeit me echt helemaal niks. Elke comment is welkom. Wat vind je trouwens van mijn nieuwe auto? Die vorige keer hebben jullie hem gezien. Dat plaatje heb ik al een hele tijd geleden gemaakt. Ik dacht zo van toen ik deze video aan het editen was. Weet je wat, ik stop hem er gewoon achter. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Dus wat vonden jullie van de auto? Laat het allemaal weten in de comments. Bedankt voor je like. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jou de volgende keer als het goed is weer. Dag!